Je m'appelle Evan. Je m'appelle Evan. Mais en néerlandais? Ben ik een meisje? Oui. Oui? Ik ben een meisje. Oui? Ik ben een meisje. Dan kan je vragen in het Nederlands, dan kan ik je helpen. Ik heb blond haar. Je zou weer zeggen in het Frans, weet je het nog? Je suis cheveux blond. J'ai les cheveux blond? Non. Nee. Jongens, wat doet dat met mijn vrouw? Wat moet ik wie ze zijn in die clip? Zo weg. Ik heb een stoppen zeven. Stoppen. Ja. Is het gelukt? Ja. Is het gelukt met jullie? Ja. Ik heb het niet. Hey, stop eens even. Is het gelukt? Zeg, wat is jouw favoriet? Voetbal. Animal favoriet. Olifant? Ja, ah, ja, dat olifant! Een elefant! Een elefant, wie daar? Wit, wit. Kijk, het zegt, dan moet je eerst. Wat is ta destination favoriet? Caraïbe. Caraïbe? Ja. Ah, oui, il y a beaucoup de soleil. Un éléphant! Ja, bravo! We have arrived. Moeten we er op? Minken van de Lounge, een broer, twee zus, blond haar, blauw ogen, paars. Bah, équitation, cheval, hobby, parler, film préféré. Groen. Nee. Nee. Maar ik heb eigenlijk op die vriendenboek puree met witlof en kaassaus en hesp in de oven. Moet je dat nu ook zeggen? Ja, maar, zo lang, maar dat kan ik heb puree gezegd. Magda, kun je daar rekening mee houden? Ja. Dat is wel kef. Dat doe kef. Il fait froid? Oui. Où est le chaud? Il fait chaud, Lauter? Oui. Belang niet, we gaan het niet naar huis. Als moeder of niet thuis. En als moeder thuis, dan zijn we wel naar huis. Oh ja. YouTube en ons.
Tu as peur de quoi? Des portants. Oui. Bon, tout le monde a peur avec des portants. Het is hier heel leuk, we hebben net het blote voetenpad gedaan. En ze gaan naar de mijnen. Mijn voeten zijn heel vuil. Het was heel leuk. Het was heel tof. Ze gaan naar de mijnen en dan eindelijk naar onze kamer. Mijn voeten zijn vuil. Ja. Mijn voeten zijn vuil. Ja. Mijn voeten zijn vuil. Mijn voeten zijn vuil. En ze gaan eindelijk naar onze kamer. Mijn voeten zijn vuil. Dag mama. Beringenmijn. Beringenmijn, een dorpje dat nooit officieel bestaan heeft. Alleen hier is de mijn. Dat wil zeggen, heb ik dan maar Beringen met de mijn, Beringen mijn genoemd. Waarom zeg ik dat? Ik ben officieel oud. Ik ga nog verder. Zonen ook. Dochters mochten niet. Dames mochten niet beneden werken. Jongeren onder de 16 ook niet. En kanarievogels hadden we hier niet nodig. En als we dan gaan eten, dan doen we dat zakje open. We plooien dat een klein beetje open. We doen die plastic van onze boterham af en kijk, de boterham blijft open. Niet zien. Ja. Doe dit. Zijn kasten doet zijn hangslot, dat is weer verdwenen zie ik, doet zijn hangslot van zijn kasten en gaat zijn propere kleren, ja, die zijn dan weer proper, die hangen hier al 30 jaar denk ik, maar hij gaat zijn kleren boven in het kastje hangen. Want al de kastjes hebben twee delen. Je gaat dat zelf zien, want zelf is het. Wij gaan ze die 800 meter onder de grond. En gaan men. Woe! Aan de chef, laat ik er niks verdienen straks. Ja, kom maar. En tegen de chef Rudy. Hey, waar was ik gisteren? Hey, man, als je dan in het midden van die lift zat. Maar man, je hebt gisteren weer open. Dus we proberen graag hier aan de voorkant te komen. Beste opjes, kom, ik vind het keileuk, mama. We gaan nu rijden. Dag mama, de volgende groep.
wereld plat was. Zo plat als een pannenkoek, zo plat als mijn koffertje. De mensen dachten als we een boot nemen en we varen altijd maar rechtdoor, dat we dan helemaal achteraan van de wereld zouden afvallen. Maar jullie weten beter, de aarde is niet plat, de aarde is rond. Juist, de aarde is rond als de bowlingbal die in dat koffertje zit. Nu vragen jullie waarschijnlijk af, Gunther, hoe kan die een bowlingbal in dat klein plat koffertje? Vraag me ook af. Maar hij is eruit gekomen en hij is qua vorm lijkt hij wel op de aarde. De kleur is een beetje mis, maar, hè? Maar onze aarde die wordt ook beschermd door een heel speciale gaslaag. Wie weet welke laag ik bedoel? Ja, de ozonlaag. Inderdaad. Nu de 2, 3. Niet door elkaar, man. Zeg wat, de jongens zijn er bijna 4. Ik zie niks. Kijk rond, het zit vol. Je bent mijn brilletje vergeten. Oh, ik ben zijn brilletje vergeten. Wacht, ik zal een brilletje geven. Zo. Daar zal. Dat beter zo. Kijk eens. Dingen met gaten in. Zit er een gat in, Jip? Ja. Het is de plezantste thuis, hè? Ja, anders is de pannenkoek, hè? Maar aan de zijkant, trekt hij zijn? Kan hij open of niet? Nee, hè? Al even op. Kom. Naast mij staat linkerhand recht vooruit. Niet één, maar twee van die grote ringen over zijn arm. En uw hand even zo gebordkast, dat het er niet afvalt. Nee, ik ga jou iets leren, maar geen vuur. Dat is te gevaarlijk. Gaan we weg doen. Maar we kunnen alles verwarmen op verschillende manieren. In plaats van vuur te gebruiken, als het koud is, doen we zo, hè? Of zo. Door wrijving kan je ook iets warm maken. Dus als wij straks, in plaats van op onze armen te wrijven, die metalen ringen tegen elkaar leggen hard wrijven, worden die zo warm dat die in elkaar smelten. En Jip gaat dat ook kunnen, als hij zijn best doet. Pak ze er maar af, we gaan dat proberen, man. Kom aan. Houd ze hoog in de lucht, dat iedereen ze kan zien, want ze zitten laag. Houd die zo vast, je legt die tegen elkaar, en dan gaat Jip. Ja. Hij is al bezig. Linkerhand aan de hand en even serieus, want nu concentreer je op midden. Niet alles ineens. Denk gewoon aan kleine schokjes stroom. Niet alles ineens, hè. Kleine schokjes. Jullie zijn stil? Concentreren? Ja. Nu zijn er veel mensen die denken dat ik hem help, of dat ik op knoppen druk of op draadjes of zo. Dus we gaan de lamp inpakken in plastic voor, zodat er niets of niemand aan kan. Ja, mag je dat vasthouden, Tuur? Rechterhand en vuist. En als dat lukt, een hard applaus voor Tuur. Concentreren en nu alles ineens. Tuur, kijk naar de lamp. En alles stroom in is. Houd goed vast. Goed vast dan. Ja! Vasthouden. Ja. En die hand voorzichtig opdoen. Ja. Ja, stroom uit. En nu, normaal gezien is het niet zo warm voor ons. Nou, dat valt mij, hè.